een vrouw die niet zwanger wil zijn, dan maakt helemaal niet uit wat er allemaal wordt geboden. Al krijgt ze 20.000 euro als ze nog niet die zwangerschap houden. Ja, goedenavond allemaal in de Bali. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn en ook in zo grote getale vanavond hier in de Bali. En natuurlijk de kijkers thuis. Ja, kom nog snel binnen. Er is nog genoeg plek daar ergens achteraan, denk ik. Welkom allemaal bij deze avond over abortus. Mijn naam is Sophie Rutenfrans. Ik ben vanavond jullie moderator. En we gaan het vanavond hebben over abortus en zelfbeschikking. En we gaan proberen om het een gesprek te laten zijn voorbij het voor en tegen. En een echt inhoudelijk gesprek te voeren. Centraal staat het nieuwe boek van Madeleine van der Nieuwenhuizen. Een tijd geleden vroeg zij via Instagram aan haar volgers gedachten te delen, meningen, ervaringen over abortus. En ze kreeg zoveel reacties binnen dat ze die gebundeld heeft en een essay heeft geschreven over zelfbeschikking en abortus. Dat was natuurlijk al aanleiding genoeg, maar we hebben deze week gezien dat er ook recente gebeurtenissen zijn die alleen maar meer aanleiding geven tot dit gesprek. Dus heel fijn dat we nu met z'n allen bij elkaar zijn. We gaan vanavond het gesprek over abortus meer uit de taboesfeer proberen te halen. We gaan manieren verzinnen over hoe we er op een goede manier over kunnen praten. En dat doen we met, zoals gezegd, Madeleine van der Nieuwenhuizen, historicus en mediacriticus. Rebecca Gomperts, arts en oprichter van Women on Waves. Alina Schak van organisatie AVA. Jelle Baars, journalist en fotograaf. En twee actrices die hier ook aanwezig zijn, zullen de ervaringen en meningen van verschillende anonieme mensen voordragen. Dat zijn Kimberly Ejaku en René de Graaf. Die zullen jullie straks ontmoeten. Maar eerst ben ik wel heel benieuwd wie er hier allemaal in de zaal zitten. En als eerst wil ik graag handen zien van de mensen die best wel geschrokken zijn van de uitspraak in de Verenigde Staten van afgelopen week. Wie? Oh, oké. Okay. Dat is echt letterlijk iedereen. Interessant. Ik ga eventjes kijken hoe dat nou komt. Mag ik jou vragen? Wat dacht je toen je dat hoorde? Ja, ik moest eigenlijk huilen. Je moest huilen, ja. Dus het kwam heel erg binnen bij je. Ja. Oké. Okay. Het begint meteen al emotioneel. Dat is heel logisch. Is er nog iemand anders die daar iets over wil zeggen? Over hoe dat voelde? Want het is toch, het lijkt een land dat ver weg is. Maar misschien voelt dat niet zo voor veel mensen. Nou, we zullen het er straks nog over hebben. Wie voert hier wel eens een gesprek over abortus? En wie van jullie vindt dat moeilijk om te doen? Ja, een paar mensen zie ik toch wel. Nou, we gaan het er vanavond allemaal over hebben. Ik wil heel graag aan het eind jullie ook vragen om vragen te stellen en meningen te delen en ervaringen. Maar eerst gaan we beginnen met het programma. Dus ik wil graag Madeleine van der Nieuwenhuizen naar voren vragen. Welkom, Madeleine. Geef haar een warm applaus. Ja. En voor je begint wil ik je nog iets vragen. Want je schreef dit boek natuurlijk toen het eigenlijk nog niet bekend was wat de uitspraak zou zijn in de Verenigde Staten. En in Nederland is er ook veel gebeurd. De bedenktijd is afgeschaft. Dat is dan wel weer heel, heel positief, denk ik. Ja, in dezelfde week. Ja, precies. En wat doen die actuele gebeurtenissen met ja, hoe jij nu met je boek door het land trekt en hier bent? En... Ja, dat is eigenlijk heel dubbel, dat laatste. Want het voelt dus ook op een manier een beetje pervers dat mijn boek nu lekker aan het gaan is. Over een onderwerp wat eigenlijk, waarvan je zou eigenlijk wensen dat niemand dit kocht. Omdat iedereen dacht, abortus, waarom zouden we het daarover hebben? Ja. Dus dat heeft iets heel wrangs. Ja. Maar ja, het is, wat ik al zei, de afgelopen week is dus zowel in Nederland eigenlijk abortus versoepeld. In die zin dat de 5 dagen verplichte bedenktijd eindelijk zijn afgeschaft. Wat nog een soort residu was van conservatisme uit de jaren 80. En is tegelijkertijd in de Verenigde Staten eergisteren het abortusrecht op federaal niveau, dus op nationaal niveau, ook afgeschaft als algemeen geldend recht. Ja. Wat was de vraag? Sorry, ik vergeet hem even. Nou, dat het in ieder geval heel relevant is om het er nu over te hebben. En een beetje wrang dat het weer zo moet, zo nodig is. Ja. Ik geef jou de vloer. Dank je wel. Hallo, fijn jullie allemaal te zien. Hoewel ik niet iedereen kan zien in het donker. Maar het geeft me net echt aan dat een van jullie al eigenlijk meteen geëmotioneerd raakt. Ik merk ook bij mezelf dat, ik had het gisteren met een vriendin erover, dat ik woon nu iets meer dan 5 jaar in New York. Ik heb heel erg zien aankomen dat dit afgeschaft ging worden. Ik zal zo kort vertellen waarom dat eigenlijk
eraan zat te komen al langere tijd. Maar ik had het gisteren met een vriendin over waarom het ons alsnog ongelooflijk aangreep, ondanks dat we dus al maanden zagen dat dit hoogstwaarschijnlijk ging gebeuren. Zeker toen vorige maand die conceptbeslissing uitlekte via Politico van het Hoge Rechtshof, waardoor we eigenlijk met zekerheid konden stellen dat dit ging gebeuren. En zij maakte een vergelijking met een soort langslepend ziektebed van iemand, waarbij je ziet aankomen dat iemand stervende is. Iemand is misschien aan het eind van zijn of haar leven. Het is in dat opzicht ook begrijpelijk dat het eraan komt. Je weet dat het gaat komen. Of iemand heeft Alzheimer en is op een bepaalde manier al een tijdje weg. En toch, het moment dat iemand er echt niet meer is, verandert er iets van de ene op de andere dag. Het moment dat het echt, dat iemand er niet meer is, of dat zo'n recht echt niet meer bestaat, al zag je het aankomen, het voelt als een klap. Dus ik was zelf ook echt in tranen en dat verbaasde me eigenlijk, omdat ik dacht het al te weten. En toch voelde het als een nieuwe wereld. Deels omdat ik dacht aan mijn vriendinnen in de Verenigde Staten, die niet allemaal uit New York de staat komen, en sommige wonen ook op andere plekken in de VS, waar het dus werkelijk niet meer mogelijk gaat zijn. Het is nu echt afgeschaft daar. Ik zal even heel kort uitleggen hoe dat ging. Er is daar een andere vorm van rechtspraak en een andere manier waarop wetten tot stand komen dan in Nederland. Een aantal van jullie waren misschien verbaasd van, is het onder Biden gebeurd? Dat was toch een progressieve democraat, et cetera. Alleen dit is er door het Hoge Rechtshof doorgekomen. Dat zijn 9 opperrechters, aanstellingen voor het leven. En die hebben besloten dat dit wet niet langer op federaal niveau geldt. En dat konden ze doen doordat eigenlijk onder Trump de afgelopen paar jaar er 3 van zulke posities, waar er dus heel weinig van zijn, die ook maar heel sporadisch eigenlijk verkregen zijn, dat soort plekken, dat soort aanstellingen, zijn 3 van zulke vrij conservatieve rechters aangesteld. Het zijn ook eigenlijk politieke benoemingen. Elke Amerikaanse politicus die blijft beweren dat het neutrale aanstellingen zijn, die is eigenlijk niet eerlijk tegen zichzelf. En omdat het onder Trump zo snel ging met die aanstellingen van die rechters, was het dus zo dat er nu voor het eerst in lange tijd een zeer conservatieve meerderheid in dat Hoge Rechtshof bestaat. En in Mississippi werd vorig jaar, dat is een vrij conservatieve staat, werd geprobeerd om het abortusrecht in te perken van 22 à 24 weken naar 15 weken. En dat werd aangevochten door een abortuskliniek, die won. En toen heeft de staat Mississippi die rechtszaak eigenlijk meegenomen naar het Hoge Rechtshof. En heeft gezegd, wij willen dat jullie hierover gaan beslissen. Nou, het Hoge Rechtshof neemt lang niet alle zaken aan die erbij terechtkomen. Zij kiezen uit op welke ze willen gaan zitten. Dus ook dat is in zekere zin een vrij politieke keuze, zou je kunnen stellen. Zeker als het een gepolitiseerd hof is. En zij zeiden, oké, we gaan kijken naar deze zaak. Dat was vorig jaar december. En ik weet nog dat in december het Hoge Rechtshof had je kon een livestream bijwonen via YouTube van de pleidooien die de verschillende partijen gaven aan de rechters om eigenlijk te beargumenteren. Dit is waarom het niet ingeperkt moet worden. Dit is waarom het wel ingeperkt moet worden. En dan is het zo, dan gaan die rechters maanden in beraad. Soms korter hoor, maar in dit geval maanden. En die beslissing viel dus uiteindelijk eergisteren. En ik weet nog dat ik in december naar die livestream zat te kijken vanuit mijn studiootje in Manhattan. En dat ik eigenlijk ontzettend schrok van de mate waarin ik zelf met mijn mond vol tanden stond. Ik was aan het luisteren naar Lynn Fitch, de procureur-generaal van Mississippi, die beargumenteerde dat abortusrecht ingeperkt moet worden, want vrouwen zijn niet langer, worden niet langer dusdanig gediscrimineerd op de arbeidsmarkt als ze zwanger zijn als in 1970. Want er is niet meer zoveel armoede. De sociaal-economische vangnetten zijn beter. Zij gaf allemaal eigenlijk hele praktische, pragmatische zogenaamd logische argumentatie. En ik merkte dat ik eigenlijk met mijn mond vol tanden stond, dat ik niet goed wist hoe dat gesprek te beginnen in mijn eigen hoofd in de eerste instantie. Van hoe ik zelf eigenlijk, waar ik zelf zou beginnen met argumenteren waarom het zo belangrijk is. En daar schrok ik me eigenlijk kapot van. Want het deed me realiseren dat een van de schoonheden van lang verworven rechten, mijn generatie, ik ben 30, is opgegroeid, en die net boven mij en alle onder mij, met abortusrecht als sterk verankerd in de Nederlandse wet.
één bijeffect daarvan is geweest. Gegeven dat we het niet jaarlijks herdenken als iets belangrijks. Zoals we bijvoorbeeld doen met de dodenherdenking of op 4 en 5 mei. Waarbij we heel actief als collectief volk gedenken wat het belang is van een democratische rechtsstaat. Zo doen we dat met heel veel verworven rechten niet. Waarschijnlijk omdat er niet genoeg dagen in het jaar zitten om alle waardige rechten op die manier recht te doen. Maar toch wrong er iets. Want ik realiseerde me dat ik ook op school nooit echt had geleerd over abortusrecht. Wat ik had geleerd was een paragraafje in mijn maatschappijleerboek, waarin je die foto zag van de dolomina's met een ontblote buik en baas in eigen buik. Maar eigenlijk meer dan die slogans of woorden zoals ze in de Tweede Kamer onlangs werden uitgesproken tijdens het debat over de afschaffing van de verplichte bedenktijd. Waarbij dan kort wordt gezegd, het is zo belangrijk voor zelfbeschikking, zonder dat er werd ingegaan op wat dat eigenlijk betekent, maakte dat mijn generatie bijvoorbeeld nooit heeft geleerd hoe dit gesprek te voeren. Ik vind dat daar een schoonheid in zit. Dat er een schoonheid in die luiheid zit. Want ik gun het ook iedereen om achterover te kunnen leunen en te baden in die verworven rechten. Alleen op het moment dat de tijdsgeest verandert, zoals we op een aantal plekken hebben gezien, zoals in Polen in 2020, zoals in Hongarije vandaag de dag, zoals in de VS de afgelopen jaren, dan zien we dat het heel belangrijk is om je argumenten wel paraat te hebben. En we hebben op verschillende manieren gezien de afgelopen 10 jaar... dat het soms heel snel kan gaan met maatschappelijke omwentelingen. Of dat nou is de snelheid waarmee er een wantrouwen jegens media en politiek en misschien zelfs onze rechtsstaat door de maatschappij zich een weg baant. Of Brexit was ook eigenlijk, ik weet nog dat we allemaal de kranten opensloegen en dachten, what the fuck, het VK is uit de EU, oké. Onverwachte wendingen. Het kan ongelooflijk snel gaan. En dat is niet een soort, ik wil niet de alarmbel rinkelen wat betreft abortusrecht in Nederland. Ik geloof dat het op dit moment sterk verankerd staat en dat we ook niet moeten doen alsof het hier aan de hand is zoals in de VS. Dat we niet hier continu vanaf nul moeten beginnen bij die discussie. Maar mijn punt met dit boek, Leven en Laten Leven, is wel dat we moeten blijven leren hoe we ons, willen we onze rechten beschermen, dan moeten we ze verdedigen. Dat is een beetje mijn punt hiermee geweest. Wat ik dus ging doen nadat ik die livestream had bekeken, was bedenken of ik met een soort lijstje kon komen met onomstotelijke argumenten voor de legale abortus. En ik begon dat heel optimistisch. En aan het einde van het schrijven dacht ik, shit, het is me niet gelukt. Want ik begon heel erg te zoeken naar praktische argumenten bijvoorbeeld. Of filosofische argumenten. En heel veel praktische argumenten zijn uiteindelijk in de kern heel kwetsbaar, omdat je ze ophangt aan veranderlijke omstandigheden. Weet je, als je zegt, abortus is heel erg belangrijk als mogelijkheid voor gezinnen die heel arm zijn en die niet nog een mond moeten voeden, dan hypothetisch gezien, in een maatschappij met volledige welvaart, is abortus dus een overbodige luxe, tussen aanhalingstekens. En dat geldt zo voor een aantal van die meer praktische argumenten. Dus ik ging ook op zoek naar meer filosofische argumenten die in de kern gaan over zelfbeschikking, over vrijheid. Daar kom ik uiteindelijk op in mijn boek, dat het uiteindelijk draait om vrijheid. Dat een samenleving waarin abortus legaal is, niemand tot iets verplicht. En een samenleving waarin abortus illegaal is, in de loop der jaren, decennia, miljoenen zwangeren verplicht en de partners van die zwangeren verplicht het ouderschap aan te gaan, risicovolle bevallingen aan te gaan, een zwangerschap door te maken waarvan zeker zij die dat hebben meegemaakt weten dat het niet zomaar iets is wat je er even naast doet. Met andere woorden, onvrijheid voor velen. Op dit moment in de wereld leeft zo'n 40% van de vruchtbare mensen, vrouwen en non-binaire mensen met een baarmoeder of transmannen met een baarmoeder, op grondgebied waar abortus geheel of vrijwel geheel verboden is. 40%. Dat is gelukkig hier in Nederland niet aan de gang. Maar als je kijkt naar die afschaffing van die verplichte bedenktijd, dan zie je dat niet alleen christelijke partijen daarvoor hebben gestemd, SGP, ChristenUnie, CDA, maar ook bijvoorbeeld PVV en de FVD. Ik vraag me af hoeveel mensen die op FVD hebben gestemd de afgelopen keer, omdat ze het niet eens waren met het coronabeleid, zich beseften dat hun stem ook ging naar een partij die eigenlijk in de kern tegen de legale abortus is. Enfin, daar komen we misschien
nog wel meer op. Tot slot wil ik iets zeggen over de reden dat ik zoveel andere verhalen in dit boek heb opgenomen. Ik heb mijn eigen ervaring met ongewenste zwangerschap hierin verwerkt. Waar ik me in de eerste instantie een beetje viezig over voelde. Omdat ik dacht, is het werkelijk nodig dat ik mijn eigen leed opdien om te bewijzen dat het abortusrecht zo belangrijk is. Wat je wel vaker ziet in emancipatoire bewegingen. Heel erg de behoefte om een soort van concreet, emotioneel bewijs aan te leveren waarom die rechten zo belangrijk zijn. Oh, heb jij racisme meegemaakt? Op wat voor manier heb jij dan racisme meegemaakt? Vertel me maar waarom het zo belangrijk is dat we het daarover hebben. Dus ik aarzelde erover om mijn eigen ervaring erin te verwerken om die reden. Omdat ik dacht, ik wil dat het alleen maar is omdat ik goede redenen heb, niet vanwege emotie. En toen dacht ik, nee, dat zou ook ontkennen dat abortus en dat zwangerschap gaat over emotie. Over een van de meest intieme ervaringen die een mens kan hebben. Niet per se een zware ervaring, voor sommigen is het dat niet, maar wel een extreem intieme ervaring. En om die reden dacht ik ook, oké, dan ga ik het die van mezelf erin verwerken, maar dan ga ik ook die van anderen erin verwerken. Want uiteindelijk is abortus en het recht op abortus niet een verhaal van het individu, maar een verhaal van het collectief. Het is de wijdheid aan ervaringen en de meest intieme persoonlijke facetten daarvan, die maakt dat het zo belangrijk is dat het beschikbaar is voor ons allen. En niet voor, het ene type. De meer valide abortus dan de minder valide abortus. Nee, het is voor iedereen even valide, wat je ervaring ook is. Daarom gaat het ook over vrijheid. Afijn, daarom zitten er heel veel andere verhalen in. Ik vind het ook heel erg leuk dat er straks twee actrices komen die een paar van die extra verhalen hier voor ons gaan oplezen. Ik denk dat ik het daarvoor nu bij wil laten. Ik denk dat we over heel veel nog te spreken komen aan tafel nu. Ik vind het heel erg fijn dat jullie er allemaal zijn. Ook omdat het me een soort hart onder de riem steekt, omdat ik echt heel erg verdrietig was de afgelopen dagen. Dus dank jullie wel dat jullie hier zijn. Dankjewel. We gaan over dat alles verder praten straks. Maar we gaan eerst even luisteren naar die ervaringen door de twee actrices Kimberly Ejiakou en René de Graaf. Ik geef ze graag het woord. Nou, ik vond kinderen krijgen en opvoeden heel erg zwaar. En ik wil dat echt niet nog één keer meemaken. Ik snap dan ook echt niet dat er zo luchtig wordt gedaan over het wel krijgen van kinderen. Over het houden van een ongeboren vrucht. Het is voor sommigen veel zwaarder en je kan nog zoveel hulp krijgen, maar het gaat wel over minimaal 18 jaar zorg en verantwoordelijkheid. Mijn vriendin en ik hebben aan het begin van deze zomer een zwangerschap moeten afbreken. Zij is 18 en ik ben 20. We waren simpelweg niet in staat om een kind op te voeden. De week van het leven reclames focussen vooral op betere hulp aan moeder en kind als alternatief voor abortus. Daarmee wordt totaal buitenspel gezet dat een mens zelf mag kiezen of het een kind wil krijgen. Ik ben fanatiek voorstander van de abortus en dat de vrouw altijd mag beslissen of ze het kind wil grootbrengen of niet. Nou, onze eerste abortuspoging mislukte, waardoor we er veel langer mee bezig waren dan gehoopt. Maar daarna kon de verwerking beginnen. We zijn er goed doorheen gekomen, maar het is wel een soort rouwproces. Na mijn abortus werd ik overvallen door een diep verdriet. Ik had geen schuldgevoel, geen spijt, maar ik ervaarde een heel diep gevoel van verlies. Verlies van het kindje, maar ook verlies van hoe ik altijd had gedacht dat het zou gaan. Een eerste positieve zwangerschapstest. Vertellen aan je geliefde dat je zwanger bent. Ach, een eerste echo. Ik heb vertrouwen dat ik ooit weer een positieve test zou hebben en er dan ook heel erg blij mee zou zijn. En toch zou ik ook altijd denken aan de eerste test. En daar ook een beetje verdrietig over zijn. Ook al is het ook wel goed zoals het is.
Het zwaarste aan mijn abortus vond ik de verwachting van mensen om mij heen dat ik door iets heel heftigs heen ging. Eerst dacht ik zelf ook dat het heel heftig zou zijn, omdat dat het enige is wat je normaal gesproken hoort. Maar ik was eigenlijk erg verrast hoe licht alles mij viel. De goede zorg in de kliniek heeft me veel geholpen, maar los daarvan was het voor mij en mijn partner eigenlijk een hele makkelijke keuze. Maar dat mag ik bijna niet voelen. Ik vraag me sindsdien ook af hoeveel mensen een onnodig en door de maatschappij opgelegd rouwproces hebben doorgemaakt. Het mag en kan natuurlijk heel zwaar zijn, maar dat is niet altijd zo. Nee. Mijn oma die is overleden tijdens een illegale abortus. En ze is ter plekke doodgebloed. Ze liet 4 jonge kinderen achter. En zij hebben nooit geweten waarom hun moeder, hun broertje en zusje niet wilden. En alleen al vanwege mijn oma vind ik dat abortus legaal moet kunnen. Ik ben 100% voor zelfbeschikking, te alle tijden. Maar ik heb decennia geleden een abortus gehad, op mijn 16 of 17 jaar. En ik heb daar zo'n spijt van. Mijn ouders waren sterk voor de abortus en ik heb het toen gedaan omdat ik dacht dat ik het niet zou mogen houden. Ja, we hebben het niet eens besproken. Na mijn abortus was ik eerst echt heel erg opgelucht. Maar dat sloeg echt snel om in een moeilijk gevoel van leegte. Nu denk ik, dit was gewoon rouw. Ik wist niet goed hoe ik hiermee om moest gaan. Wat zeg je hierover? En tegen wie? Mijn leidinggevende wisten ervan, maar het voelde toch nog als een taboe om tegen collega's te zeggen dat ik intens verdrietig was. Ik was te verdrietig om het taboe op de werkvloer te helpen doorbreken. Met mijn vriendinnen heb ik het wel over gehad en sommigen zeiden, ach, het is toch nog geen kindje. Ik bedoel, alleen een klompje cellen. Maar voor mij was het echt meer. Het had alle orgaantjes, een neusje, wat nageltjes. En het had ook mijn kind kunnen zijn. Voor mij was het gewoon meer. Het had anderen die vermeden het praten met mij daarover. Over hun eigen kinderwens. En ik bedoel, het was ook wel lief bedoeld van hun, dat weet ik ook wel. Maar ik voelde me gewoon buitengesloten. Dat ik dit keer had besloten het kind niet te houden, betekende niet dat ik geen plannen, gedachten, gevoelens meer had over kinderen. Integendeel. Ik had het fijn gevonden als anderen me op dit front nog steeds als aanspreekpunt of gesprekspartner hadden gezien. Ik ben een trans non-binair persoon. En ik ben op dit moment zwanger, rond de 7 weken. En mijn abortus staat gepland voor over een paar dagen. De effecten die deze zwangerschap nu al op mij hebben zijn fysiek zwaar, maar mentaal bijna ondraaglijk. Mijn borsten zijn groter dan ze ooit zijn geweest en ik durf niet meer in de spiegel te kijken, omdat ik me niet overeen kan stemmen met wie ik zie. Alles in mij schreeuwt, dit hoort niet. Wetende wat er allemaal in mijn lichaam gebeurt, lijkt het bijna alsof ik de hormonen door mijn bloed kan voelen stromen, alsof het parasieten zijn. Ik voel me verraden en gevangen door mijn eigen lichaam. Ik ben eindeloos dankbaar dat ik hier in Nederland zonder slag of stoot veilig een abortus kan laten uitvoeren. Ik ben arts. En ik vind bijvoorbeeld euthanasie toepassen heel moeilijk. Niet vanwege geloof of overtuiging, maar gewoon omdat ik een actieve handeling moet doen en iemand dan overlijdt. Kijk, dat kan ik mezelf natuurlijk uitleggen, omdat ik iemand uit zijn lijden verlos. Maar ik vraag me af, als we in theorie steeds later een abortus zouden moeten uitvoeren, hoe dat voor artsen zouden zijn. Dan moet jij dat leven doden. Ik vind het recht op abortus erg belangrijk, dat vooropgesteld. Maar gevoelsmatig zitten er grenzen aan zelfbeschikking en die termijnen. Ik kom uit een ChristenUnie-nest waarin altijd werd geleerd dat je pro-life moet zijn. Dat je zorg moet dragen voor het ongeboren kind. Maar het raakt mij dat er nauwelijks zorg wordt gedragen voor de ouders in wording.
don't get me wrong, ik hou zielsveel van mijn dochter. Maar ik heb altijd gedacht ook dat ik moeder wilde worden. Maar nu ik zelf moeder ben, begrijp ik ook steeds beter dat er mensen zijn die nog of nooit geen ouder willen worden, om welke reden dan ook. En tegelijkertijd vind ik het ook lastig, want ja, tijdens mijn hele zwangerschap heb ik ervaren dat er binnenin mij wel degelijk leven was. Ook met 7 weken al. Zou je daaraan willen tornen? Daar een einde aan willen maken? Daar kom ik niet uit. Het lastige is alleen dat er geen alternatieven zijn. Er is geen andere keuze dan het wel of niet doorzetten van de zwangerschap met alle gevolgen van dien. Van organisaties als Schreeuw om Leven krijg ik als christen echt de rillingen. Ik word er zelfs agressief van. Het is zo polariserend en eenzijdig. Ik ben christen en zwanger. Voor mij is zwanger zijn ook echt iets heel groots en magisch. Als het tenminste gewenst is. Want alles wat je lijf doormaakt als zwangere is echt heel heftig. En kun je niet eisen van iemand die dit echt niet wilt. Ik zou zelf nu niet voor een abortus kiezen, omdat ik graag een kind wil en het financieel en emotioneel ook aan kan. Maar ik had er 6 jaar geleden echt niet aan moeten denken. Kijk, ik ben blij dat er voor andere opties zijn. Ja, ik heb zelf jaren geleden gekozen voor een abortus. En ik vond die 5 dagen bedenktijd het meest heftige van de hele gebeurtenis. Ik had geen bedenktijd nodig. Maar ik werd wel verplicht aan het denken gezet, wat toen echt voelde als een soort straf. Ik heb overigens nooit spijt gehad van mijn besluit. Juist nu ik moeder ben, zie ik dat die abortus toen de beste keuze was. Voor zowel de vader, het kind en voor mezelf. Ik heb 4 jaar geleden onder druk van mijn ex-vriend een abortusafspraak gemaakt. Ik was hormonaal en erg verslagen in de war. En zonder die verplichte bedenktijd was mijn zoontje nu misschien niet geweest. Ik wilde helemaal geen abortus. En mijn nu ex-vriend, gelukkig, die pushte me zodat ik de afspraak maar wel gepland had. En overigens ook op aandringen van mijn huisarts, vanuit de redenering: als er een kleine kans is dat je voor een abortus gaat, dan kan je dat beter nu de afspraak maken en inplannen. Want hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Ik zou willen dat mensen die voor legale abortus zijn zich iets vaker verplaatsen in mijn schoenen. Ja, ik dreun echt niet alleen maar op wat een boekje mij vertelt. Zo werkt geloof volgens mij ook helemaal niet. Ik geloof echt dat abortus kindermoord is. Ja, wat zou jij dan doen? Kijk, hebben mensen die tegen abortus zijn zich wel eens verdiept in de mensen die ouder zijn tegen wil en dank? In de alleenstaande ouders? De ouders die hun kinderen in armoede moeten laten opgroeien? De ouders die in isolement zitten? Die zelf een rot jeugd hebben gehad en nu keihard moeten werken om dat te voorkomen bij hun eigen kinderen? De ouders die GGZ-problemen hebben? Gaan de anti-abortus mensen een sociaal vangnet creëren voor al deze ouders en de kindjes van deze mensen die ze geen abortus gunnen? Wat fijn, hè, dat je opkomt voor de ongeboren kind. Ik bedoel, heel goed. Maar wat als het geboren is? Want dan begint het pas. Ja, dank jullie wel, Kimberly en René. We gaan jullie straks weer horen. Madeleine, dat zijn echt een heleboel verschillende reacties die jij hebt gekregen op je vraag. Ja. Je zei net al even van, jij was dat proces aan het kijken en je was bijna vergeten waarom je ook weer voor was. Of tenminste, je wist dat je voor was, maar de argumenten, ja, dat was moeilijk. En toen je al deze reacties binnenkreeg, raakte je niet nog veel meer in de war toen? Ik denk... Nee, ik heb het niet ervaren als in de war zijn. Ik heb het wel ervaren als een heel prikkelend... het zette me wel heel erg aan het denken. Misschien is dat soms hetzelfde als in de war zijn.
Nee, bijvoorbeeld ook die termijnsgrenzen en die arts. Die, een van die artsen die zegt van. Hè, die gaat eigenlijk in op het feit dat die termijngrens vrij arbitrair is. In die zin dat hij gebaseerd is in Nederland en in de VS op, op levensvatbaarheid van de foetus. Ja. Buiten de baarmoeder. Dat staat op dit moment dus op 22 à 24 weken. In de VS was dat ooit 28 weken. En werd dat teruggebracht naar 24 weken. Omdat de medische technologie avanceerde. En dat daardoor eerder mogelijk was om levensvatbaar te houden buiten de baarmoeder. Ik vind dan altijd een interessante theoretische vraag, bijvoorbeeld, waar die arts eigenlijk ook een beetje op ingaat. Stel, het is niet op dit moment in die mate aan de hand, maar stel technologie avanceert op die manier dat het op een gegeven moment mogelijk is om vanaf week 15 een foetus levensvatbaar te houden buiten de baarmoeder. Ja. Gaan we dan ook dat abortusrecht terugbrengen? Dus er waren heel veel, en zij heeft het ook over die termijnsgrens van, als we het over zelfbeschikking hebben, waarom eindigt ons hart voor zelfbeschikking dan bij 24 weken? Wat verandert er dan tussen week 24 en 25? Dat we maken dat de zwangere op dat moment niet meer mag beslissen. Ja. Dus ja, het zette me vooral heel erg aan het denken over die zaken. En wat deed dat met jouw idee van je lijstje praktische of goede argumenten voor abortus? Wat deed het daarmee? Ik denk dat het dat juist die dat hele scala aan ervaringen en ook het zien dat er eigenlijk verhoudingsgewijs maar heel erg weinig, want dat vind ik wel belangrijk om even expliciet te maken, heel weinig mensen zijn in Nederland die voor afschaffing van de wet afbreking zwangerschap zijn. Dus er zijn best wel heel veel mensen tegen abortus, of die zouden het nooit bij zichzelf doen, maar die vinden niet dat die wet er niet moet zijn. Dat is slechts zo'n 9-10% van de samenleving op dit moment. Hoewel de anti-abortus lobby wel heel luid is en ook heel goed, steeds beter gefinancierd en heel mediageniek is. Is er dus wel een kans dat percentage groeit. Maar wat ik interessant vond in het boek, in de reacties die ik toegestuurd kreeg, was dat er eigenlijk niet eens zo heel veel mensen zijn in Nederland, in tegenstelling tot de VS, die echt tegen het recht zelf zijn. Dan kom je vooral bij de hele christelijke partijen uit. Ja. Om bij je vraag terug te komen over die praktische argumenten, wat ik eerder al even noemde, zoals armoede of bevordert het emancipatie. Ja. Of een van de meest gehoorde argumenten is, ja, maar als we abortus afschaffen, wordt het illegaal. En illegale abortus is heel erg onveilig. Ja. Dus dat is een enorm gezondheidsrisico. Maar ik vind eigenlijk dat en dat heb ik op een gegeven moment ook wel geschreven, zelfs al is een illegale abortus even veilig als een Oldenzaals zebrapad op zondag, dan nog vind ik dat je moet kunnen beargumenteren dat het belangrijk is dat het beschikbaar is vanuit die gedachte van zelfbeschikking. Alleen iemand anders in die reacties, en daarom spoort dat de hele tijd zo goed aan, die stelde weer, maar wat doe je dan in culturen die bijvoorbeeld helemaal niet individualistisch van aard zijn, maar heel collectivistisch, die misschien helemaal niet zo'n feeling hebben bij dat concept zelfbeschikking. Ja. En veel meer denken vanuit familie, vanuit gemeenschap. Wat doe je dan? Ga je dan wel heel erg op die praktische argumenten focussen? Ja. Dus er is ook niet een soort one-size-fits-all argument of zo. Ja, we gaan het straks verder hebben ook over dat woord zelfbeschikking. Want dat klinkt altijd mooi, maar soms moeilijk wat dat nou precies betekent. Maar eerst wil ik graag mijn twee andere gasten vanavond uitnodigen. Rebecca Gomperts, arts en oprichter van Women on Waves. Werkte als abortusarts in een abortuskliniek in Nederland. Bij Greenpeace als scheepsarts op de Rainbow Warrior 2. En in 2005 startte zij Women on Web, een online hulpdienst die vrouwen in landen waar geen veilige abortusmogelijkheden zijn om een veilige abortus te krijgen. Welkom, kom zitten. En ook graag een warm applaus voor Alina Schak, jurist en penningmeester van de nieuwe cliëntenorganisatie die opkomt voor de belangen van vrouwen rond abortus en anticonceptie, AVA. Ja, Rebecca, om met jou te beginnen. Jij loopt natuurlijk al een tijd mee. En we hebben het net al even gehad over de recente veranderingen in de Verenigde Staten. Wat was dit voor week voor jou?
Nou, ik denk dat er zijn heel veel dingen die je erover kan zeggen. Ik wil erover beginnen dat er in Nederland ook geen recht is op abortus. En dat is er ook niet binnen Europa. Dus iedereen is er heel erg door aangegrepen wat er gebeurt. Maar het is eigenlijk hier in Nederland en in Europa is het ook niet zo. In Europa is er zelfs een afspraak via de Treaty of Maastricht dat dit alleen maar door landen zelf mag worden bepaald. Anders was Ierland geen lid geworden van de Europese Unie. Daarom heb je nog landen als Polen en Malta waar het illegaal is. Maar kijk, ik werk sinds de laatste 4 jaar ook in Amerika. En daar was al een heel groot probleem met toegang tot abortus. En dat was met name omdat het veel geld kost, een abortus daar. Is trouwens ook in Nederland een probleem. Want vrouwen die hier ongedocumenteerd zijn, die moeten ook zelf een abortus betalen. En dat is €600. En als je hier ongedocumenteerd bent, heb je dat niet. Dus bijvoorbeeld vorige week vrijdag zag ik een mevrouw uit Brazilië. Die was hier 2 maanden. En die was te ver zwanger. En die ging naar een kliniek in... ergens een kliniek, laat ik geen namen noemen. En die kon dat zelf niet betalen. En ze wilde haar ook niet helpen. Dus die problemen die je ziet in Amerika, die zijn hier ook nog steeds. Maar in Amerika zagen we dus dat er heel veel vraag was naar ook online de toegang tot online abortus. Ik denk ook dat we daarin... Het is zo verschillend hoe het was 50 jaar geleden... toen die uitspraak van Roe versus Wade was en nu. Er zijn abortuspillen en er is internet. En dat betekent eigenlijk dat iedereen die... in ieder geval de vrouwen die kunnen lezen, schrijven... en toegang hebben tot internet... die zullen altijd hulp kunnen vinden. En dat is ook echt een revolutie geweest in de wereld. De beschikbaarheid van die abortuspillen. Dat klinkt goed dat die in ieder geval beschikbaar zijn, maar is dat dan illegaal voor vrouwen om die abortuspillen te bestellen? Nee. Okay. De vrouwen, hoe dat nu in Amerika is geregeld. In sommige landen is dat wel zo trouwens, dat vrouwen daar illegaal zijn als ze zelf een abortus doen. En daar zijn ook vrouwen voor in de gevangenis. Bijvoorbeeld in Midden-Amerika komt dat veel voor. Maar in Amerika zelf zijn vrouwen niet strafbaar als ze hun eigen zwangerschap afbreken. Dat betekent niet dat er niet gepoogd wordt om ze strafbaar te maken. Er was laatst ook in Texas is er een mevrouw die inderdaad zich had gemeld met een miskraam bij het ziekenhuis, die toen vervolgens is gearresteerd. Maar daar zijn allemaal organisaties voor opgericht in Amerika die zorgen dat die vrouwen juridische bijstand krijgen. Ja, nog heel even terug naar Nederland. Bij ons is net die 5 dagen bedenktijd afgeschaft. Daar is iedereen denk ik heel erg blij over. En dat zien wij als een verruiming. Zie jij dat ook zo? Nou, in Nederland staat het gewoon nog in het wetboek van strafrecht. En dat is natuurlijk het is een medische behandeling. Dat hoort daar niet in thuis. Een arts in Nederland kan 4 jaar gevangenisstraf krijgen als hij ook al kan niet. Als hij bijvoorbeeld de abortuspillen zou verstrekken buiten een kliniek. Ook al ben je bekwaam, ben je bevoegd. Dat is hoe de Nederlandse medische zorg is geregeld. Dat je bekwaam en bevoegd moet zijn. En dat is die strafwet. In Nederland is het toen het legaal werd, is het zo geregeld dat het alleen maar in abortusklinieken zijn. Dat betekent dus bijvoorbeeld iemand die woont op Texel of Ameland, die moet naar Groningen reizen om toegang te hebben tot een abortus. Of iemand uit Zeeland, en nu is er gelukkig weer een kliniek in Zeeland, maar die was er jaren niet, die moest naar Rotterdam. Ja, dus het is legaal, maar alleen binnen die abortusklinieken, ja. Waar we er geloof ik 14 van hebben in Nederland. Ja. Dacht ik, ja. Alina, ik wil even naar jou. Jij bent van organisatie AVA, een vrij nieuwe organisatie. Waarom is die opgericht? Waarom is die begonnen? Ja, dat klopt. AVA is nieuw. Sterker nog, we gaan pas over heel binnenkort echt live. We hebben een primeur hier. Dus dit is een primeur, zeker. Doneren kan al zeker wel. Dus doe dat vooral, avahelp.nl. Nee. Waarom AVA is opgericht is... kijk, een abortus kun je in Nederland krijgen. Maar dat betekent nog niet dat die abortuszorg... geregeld is zoals dat voor heel veel vrouwen goed is. Dat we genoeg weten over abortus. En het is ook niet alleen abortus, hè? Het is ook anticonceptie. Het is ook gewoon je seksuele vrijheid. En dat is wat we met AVA ook willen laten zien. Van anticonceptie en abortus staat niet los van elkaar. Ja. En de stem van vrouwen in wat zij willen omtrent anticonceptie en abortus, dat mist.
Want weet je, uit onderzoek weten we nu dat heel veel vrouwen ontevreden zijn met hun anticonceptie. Dat vrouwen niet goed geïnformeerd zijn door de huisarts over hun abortus. Hoeveel meiden zeggen wel niet van ja, toen ik 14 jaar was, toen zei de huisarts van joh, hier is de pil. En hetzelfde hè, met abortus. Ja, je zei het net ook al, van in je lessen maatschappijleer stond het wel in het boek. Maar je wist niet wat abortus echt betekende. En dat is precies wat we nu met AVA dus willen doen. Er is wel een belangenvereniging, een organisatie voor mensen die heel lang zijn. Maar voor iets wat echt part of life is voor mensen die heel lang vrouwen. Zijn. Ja, ja, oprecht, dat bestaat. Okay. Maar voor zoiets belangrijks, fundamenteels, eigenlijk voor ons bestaan, is dat er niet. En daarom is AVA er. Ja, mooi. Ik wil het even met jullie hebben over hoe we praten over abortus. Dus eigenlijk een beetje het meta-onderwerp van hoe zorgen we nou dat we dat gesprek op gang houden, wat jij ook zegt. Zorgen we dat we genoeg argumenten hebben of dat we weten waarom het zo belangrijk is. Jij vindt het debat verhard rond abortus, toch? Ja. En eigenlijk heel dor en arm. Kun je daar iets over vertellen? Waarom is dat? Of hoe zie je dat? Nou, een van de ervaringen die ik ook in mijn essay heb verwerkt, is dat ik op een gegeven moment door de EO-radio werd gebeld of ik iets als rechtshistoricus iets wilde komen vertellen over de veranderende wetten of pogingen tot het veranderen van wetten in Texas, waar ze onder andere ook beloningen wilden gaan uitdelen voor mensen die zwangeren verklikten, die naar de abortuskliniek reden en daar dus financiële compensatie voor zouden ontvangen. Dus dat was allemaal aan de gang vorig jaar, onder andere. En daar belde de EO over. En ik was een uur lang met die redacteur aan het appen en aan het vragen van oké, hoe zal ik me inlezen? Hoe willen jullie dat de insteek is? Ik ging ervan uit, ze willen gewoon een soort uitleg van die evolutie van dat recht daar in Texas. Ja. En toen op een gegeven moment zei ze, oh ja, trouwens, er schuift ook iemand van een vrouw van de SGP aan. En het leek ons een heel mooi idee om de twee kanten die horen bij dit verhaal weer te geven. Een soort van onder het mom van hoor, wederhoor. Of een soort van eigenlijk die false equivalency creëren tussen een even valide tegenstem als een even valide voorstem. Er werd dus ons eigenlijk effectief gevraagd om in een item van letterlijk 7 minuten te gaan discussiëren over of abortus wel of niet legaal moest zijn. Dat vond ik zo'n, ja, je zou er zeg maar een zomergastenaflevering mee kunnen vullen. Daar zou ik met interesse naar kijken. Niet naar een gechargeerd gesprekje van 7 minuten. En dat staat me heel erg tegen, want daarmee wordt ook de indruk gewekt dat het hier aan de hand is zoals het in de VS is. Het legitimeert ook op een manier die tegenstem, die antistem, omdat het een beetje de indruk wekt van oh, die is even valide of die is even groot. Of een beetje zoals dat ook kan gaan met klimaatverandering ontkenners die ook aan tafel worden geschoven tegenover een klimaatwetenschapper, waarmee een totale vertekening van de werkelijke wetenschappelijke gemeenschap wordt gecreëerd, bijvoorbeeld. Ja, 1 voorstem, 1 tegenstem en dan maar kijken hoe iedereen eruit komt. Rebecca, een tijdje geleden zat jij in het programma De Vooravond. En ik vond eigenlijk dat wel illustratief is misschien voor de manier voor wat jij net ook beschrijft, hè? Hoe we omgaan met dat gesprek. Jij was daar omdat je in de top 100 van meest invloedrijke personen stond in Time Magazine. Laten we kijken naar een heel klein stukje van dat gesprek. Valt me ook wel eens op. Ik zie wel Rosanne Hertzberg in NRC bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die eigenlijk juist ook vanuit een vrouwelijk perspectief, maar die zeggen, maar het gaat niet alleen maar om het belang van een vrouw, het gaat ook om het belang van ja, wanneer je dat dan een kindje noemt of een foetus. Nou ja, het gaat meer om de sfeer. Het recht op abortus, natuurlijk, die keuzevrijheid moet je hebben. Maar dat die feestelijke stemming eromheen, dat voelt op de een of andere manier gek. Omdat je het inderdaad wel over, ja, weet niet vanaf wanneer je daarvan kan spreken, maar wel over het leven hebben. En inderdaad, Rosanne Hertzberger zegt, het gaat eigenlijk om het falen van een systeem. Falen van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, bijvoorbeeld. Of je leeft in een land waar patriarchaal systeem heerst en waar je die rechten niet tot die rechten kan komen. Dus het gaat meer om de situatie waarin je leeft dan dat het de schuld zou zijn van zo'n kind.
dat daar dan voor gestraft moet worden uiteindelijk. Misschien is het denk van, mis jij niet ook omdat vaak dan het debat meteen zo extreem is? Terwijl juist denk ik een goed gesprek erover wat meer open zou zijn, zonder snelle oordelen, misschien wel ook sneller leidt tot betere wetgeving. Nou, ik denk dat iedereen heeft het recht om daarover te denken wat hij vindt. Ja. ja, ik hoor, we moeten erom lachen, Rebecca. Maar hoe heb jij dit ervaren, dit gesprek? Dit gesprek tussen Fidan en Renze. Nou, laat ik ermee beginnen dat ik dat echt vind. Ik vind dat als iemand dat vindt, dan vind ik dat prima. Ik vind dat een van de basale dingen waarin je in een respectvol gesprek kan gaan. Ik heb daar... Het is niet aan mij om hun te overtuigen van dat het anders is. Ik denk dat het eerder zo is zelfs bij heel veel mensen die zijn voor abortusrechten, zit er vaak nog veel ongemak. Als ik zeg, 1 abortus, prima, maar 10 abortussen is ook prima. Want als jij gewoon vindt dat het een recht is, dat mag, dan moet dat ook 10 keer mogen. En het is heel vaak zo dat mensen zich dan vaak ongemakkelijk gaan voelen. Dus ik denk dat het misschien belangrijker ook is, omdat wij zelf eens gaan kijken, wat vinden we nou? Het is zo lang geframed als iets wat slecht is, wat zeldzaam moet zijn, wat je alleen maar doet in de uiterste, als er echt niets anders kan. En ik denk dat gesprek anders moet. Wij zijn nu bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van een nieuw voorboedsmiddel. Dat is gebaseerd op de actieve component van de abortuspil. Juist met echt het doel ook, en dat werkt heel goed als voorboedsmiddel, geen bijwerkingen van de gewone pil, 1 keer per week. Een lagere dosering werkt om zwangerschappen te voorkomen. Je kan het ook gebruiken als morning after pill en je kan het gebruiken als abortuspil. En het idee is juist ook dat je daarmee die dichotomie weghaalt. Van het idee dat het eigenlijk een hele legitieme manier is om je vruchtbaarheid te reguleren. Ja. Waarom is dat? En dat is, dat was eeuwenlang is dat zo geweest. En dat is met het illegaal maken van abortus is dat weggenomen. En jij zegt eigenlijk, wat we Madeleine ook al hoorden zeggen, van mensen hebben het altijd over goede argumenten voor een abortus. En jij zegt, al neem je er 10, dat zou niet het gesprek moeten zijn. Nee, dat is niet waar het... Als een abortus zelf een beslissing is waarvan wij vinden dat vrouwen daar het recht op hebben, ja, dan is dat in elk geval. En ik denk ook dat... Je had de discussie over de termijn. Dat is een andere waar heel veel mensen inderdaad moeite mee hebben, die arts. Kijk, dat is ook weer de kracht van die abortuspillen. Als we dat gewoon in de handen van vrouwen zelf geven, beschikbaar bij de drogist, dan hoef je het helemaal niet meer te hebben over dan termijn. Dan is er ook niet meer een gatekeeper. Er horen geen gatekeepers te zijn tot een abortus. Of het nou een arts is, of een vroedvrouw, of een apotheker, of wat dan ook. Dit is iets wat gewoon in de handen van vrouwen zelf hoort. En dat ze dat moeten doen op de manier waarop zij dat willen en op de manier waarop zij dat en wanneer zij dat zelf nodig hebben. Ja, Alina, denk jij dat er een gesprek gevoerd moet worden over abortus en hoe zouden we dat het beste kunnen doen? En dan bedoel je wetgeving of bedoel je de ervaring zelf? Nou, eigenlijk, hoe kunnen we het uit de taboesfeer halen en misschien ook erover praten zonder dat we dus in voor en tegens en dat soort dingen belanden? Ja. Ik denk allereerst door er gewoon over te praten, door het normaal te maken. En inderdaad niet om naar redenen te zoeken van wanneer mag het wel, wanneer mag het niet. Want weet je, zolang we er zijn en we hebben besloten van, oké, misschien is 15 keer baren in ons leven niet per se wat wij willen, zijn we ook bezig met zwangerschappen voorkomen. En als ze er zijn en we willen ze niet, ze te stoppen. En doordat steeds daar een reden voor te willen geven van waarom wil je het niet, miskennen we eigenlijk het gegeven dat we het nodig hebben en dat het gewoon belangrijk is dat het er is. En ik ben het wel inderdaad echt mee eens van waarom je het neemt, dat maakt niet zoveel uit. Waar ik wel heel benieuwd naar ben, en dat is ook echt wat we met AVA willen doen, is we willen dat naar voren halen van wat is voor ons belangrijk? Wat willen wij? Willen we inderdaad een abortuspil bij de huisarts? Of gaan we liever naar een kliniek? Ja, dus dan wat hebben we nodig? En dat is denk ik het gesprek waar we moeten voeren. Gewoon voor beide
ik ben voor om deze reden, ik ben tegen om deze reden. Nee, oké, het is er, we hebben het nodig. Hoe zorgen we ervoor dat we het zo goed mogelijk beschikbaar hebben? Madelijn, ik hoor dus hier dat het vooral moet gaan over het hoe. Hoe doen we het dan? Volgens mij, dat is eigenlijk niet wat ik hoor. Wat ik hoor is namelijk ook, op het moment dat we het uit de taboesfeer halen, kunnen we het gaan hebben over al die dingen. Op het moment dat het uit de taboesfeer gaat, gaat het ook eerder over een ander voorbeeld eigenlijk aan die toegankelijkheid of het gebrek aan toegankelijkheid van goede abortuszorg in Nederland. Dat gebeurde tijdens COVID, toen heel veel abortusklinieken hun deuren gesloten hielden voor zwangeren met COVID-symptomen. Dat betekende dat voor sommigen die dus op die manier ook geen toegang hadden tot de abortuspil, die tot en met de negende week zwangerschapsafbreking opwekt, niet beschikbaar was voor velen. Want die konden niet fysiek naar die kliniek. Er was één iemand die ook in mijn boek staat, die zei, voor mij was het feit dat die pillen niet zoals in veel andere westerse landen ten tijde van COVID per post beschikbaar waren, het verschil tussen een abortuspil en een zuigcuretage. Ja. Omdat zij anderhalve week COVID-symptomen had en dat voor haar het verschil maakte in die twee grenzen. Nou, over al die onderwerpen, ik snap wel dat niet alles tegelijkertijd een prioriteit kon zijn tijdens COVID, maar het is precies dat soort kanten van abortuszorg waar het niet over gaat. En ik dacht misschien om even te illustreren hoezeer het nog in die taboesfeer zit en wat Rebecca ook zegt, dat we vaak toch stiekem, misschien wij hier ook wel, misschien ik soms op bepaalde momenten ook wel, over abortus nadenken als iets dat soms meer valide is dan een andere keer. Waarom is het inderdaad zo dat ook ik even denk, 10, 20 keer een abortus, 30 keer een los van of het werkelijk voorkomt of niet. Gewoon dat idee, waarom geeft mij dat ook een beetje een rilling? Dat is een soort, daar zit een moreel oordeel in feitelijk. En ik wil heel even kort iets voorlezen als je me dat toestaat. Ja, dat mag. Want ik zat namelijk ook naar een andere livestream te kijken. Namelijk die van het debat over de afschaffing van de verplichte bedenktijd in januari en in februari hier in Nederland. En ik ging letten op het taalgebruik, en dat heb ik verwerkt in het essay bij de verschillende partijen die hierover spraken. Een hele korte greep. Mirjam Bikker van de ChristenUnie zei, dit debat gaat over een intens moeilijk onderwerp, want voor elke vrouw die ongewenst zwanger is en voor elke vrouw die gedurende haar zwangerschap geconfronteerd wordt met het bericht dat het niet goed met het kindje is, voor elke vrouw, nou ja, et cetera, et cetera. Ik wil dit debat voeren in het besef dat er soms dilemma's zijn in een mensenleven die eigenlijk nauwelijks te tillen zijn voor een mens. Sophie Hermans van de VVD. Het afbreken van een zwangerschap is een beslissing die niemand lichtzinnig neemt. Mijn fractie vindt het belangrijk dat er voldoende waarborgen voor die zorgvuldigheid zijn en blijven. Tijdens, voor en na zo'n moeilijk besluit. Het gaat nooit lichtzinnig. Laatste twee, Wieke Paulusma van D66. Vrouwen nemen deze beslissing niet lichtzinnig of gemakzuchtig. Lisa Westerveld van GroenLinks. Abortus is geen lichtzinnige keuze, zowel mentaal als lichamelijk. Wat dit betekent, is dat we elkaar moreel aan het voorschrijven zijn hoe we ons moeten voelen over het laten doen van een abortus. Hierin ligt besloten dat het per definitie een zware keuze is die we maken. Iets wat net ook door een van de actrices werd uitgelicht, misschien eigenlijk ons soms zelfs trauma wordt aangepraat. Terwijl het voor sommigen, er was één vrouw die een reactie gaf in een boek en die zei, nou, ik begon te twijfelen aan mijn eigen emotionele gezondheid, omdat iedereen zo verbaasd was dat ik het behandelde als een vratje laten wegsnijden. Dat duidt allemaal op de mate waarin het nog een taboe is. En een taboe staat altijd een verdiepend gesprek in de weg. Ja, dat begrijp ik. En er zijn ook heel veel van dat soort reacties in je boek. Maar er zijn ook heel veel reacties de andere kant op. Dus ik hoorde ook net bijvoorbeeld voorgelezen worden, abortus is kindermoord. Ja. Maar je vindt het ook belangrijk om die reacties op te nemen. Ja, zeker. Ook omdat dat voor mij helemaal geen finale argument is, ik ben zelf van mening van, ja, oké, en dan is het kindermoord. Oké. Maar je wil dat wel graag laten horen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, want volgens mij als één ding duidelijk is geworden in de afgelopen pak een beet 5 à 7 jaar... is het wel dat de enige manier waarop je polarisatie te lijf kan gaan is door verstilling van het middenveld tegen te gaan.
Je ziet dat, misschien is het een gekke vergelijking hoor, maar je ziet het een beetje bij de boerenlobby op dit moment. Bear with me. dat je dus ziet dat omdat de stemmen nu aan beide kanten zo fel zijn, je hebt een hele fanatieke, hele felle, ook bedreigende en intimiderende boerenlobby, die overigens enorm gefinancierd wordt door de agrarische sector, maar goed. Die maakt dat heel veel boeren, die eigenlijk al heel lang bezig zijn met verduurzaming en die eigenlijk ook best wel gematigd zijn en juist voor verduurzaming zijn, zich stilhouden, omdat die bang zijn voor bedreiging vanuit het felle boerenkamp. Dus op allerlei manieren werkt polarisatie, eigenlijk in welk domein ook, verstilling van juist het redelijke midden in de hand. Heel veel mensen die hier ook in reageerden, die zeiden wat fijn dat je het vraagt, want ik durf er eigenlijk nooit over te beginnen. Terwijl vaak als je mensen het gevoel geeft gehoord te worden, zijn ze ook eerder bereid te luisteren. Denk jij ook dat dat zin heeft om alle pluriformiteit aan reacties toe te laten in het gesprek over abortus? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om in gesprek te blijven met elkaar. Maar wij hebben bijvoorbeeld op onze website, hebben we ook opengesteld voor allerlei vrouwen om hun ervaringen te delen. En er waren op een gegeven moment tienduizenden vrouwen die hier. En bijvoorbeeld Romy, die heeft allemaal vrouwen geïnterviewd die via Women on Web een abortus hebben gehad 10 jaar geleden. En die verhalen zijn allemaal ontzettend belangrijk en de stemmen. Maar ik ben zelf niet zo geïnteresseerd in de argumenten van de anti-abortusbeweging. Eerlijk gezegd, want het. Ik denk dat centraal staat uiteindelijk wat jij zegt, dat het erover gaat dat je andere mensen hun beslissingsrecht respecteert. En dat abortus beschikbaar maken respecteert de beslissing van een vrouw om het af te nemen. En iemand die het verbiedt, die grijpt in die vrijheid van anderen. Maar het is al een heel oud debat. Het is al. Ja, ik denk ook dat een functie die het kan hebben om dat soort stemmen te horen, is dat het je eigen denken scherpt. Dus als je dan misschien er geen zin in hebt, denk dan in elk geval maar, je komt er zelf wellicht wat met geslepener pen of stem uit. Weet je, ik wil zelfs één ding nog over zeggen. Wij zijn dus sinds een jaar weer begonnen met een abortuskliniek. En op een gegeven moment, volgens de wet, Nederlandse wet, moet je verplicht informatie geven over anticonceptie. En ik zat dat te doen en op een gegeven moment dacht ik, wat doe ik hier eigenlijk? Want doordat ik dat doe, daarmee frame ik ook gelijk het feit dat die vrouwen daar eigenlijk helemaal niet hadden mogen zijn. Dus ik dacht, ik ga dat helemaal niet meer doen. Ik kan ze zeggen, wil je weer terugkomen? Prima, ben je welkom. Wil je liever niet zwanger zijn? Dan wil je dan informatie hebben over anticonceptie. Dat is neutraal voorlichting geven zonder iets te framen als iets wat slecht is. En het was voor mij zelfs een soort van. Dat ik me dat pas na 20 jaar realiseer. Dat je het op die manier, als dat het zo geframed wordt als dat je het moet voorkomen. Ja. Dat je dan al eigenlijk een mening geeft over wat abortus is. En heel veel vrouwen willen helemaal geen anticonceptie gebruiken, maar dat durven ze helemaal niet te zeggen. Want in die abortuskliniek zit iedereen er zo van, zeg, heb je al wat gebruikt? Ja, snel zeggen dat. Dus je kan helemaal niet zeggen nee, want dat wil ik helemaal niet. Madeleine, ik ga je nog één vraag stellen over dit metadebat, over hoe we het debat moeten voeren. En daarna gaan we verder. Maar ik vind het toch interessant, want jij zegt, je moet met elkaar in gesprek blijven. Je moet ook je gedachten scherpen. Maar jij trekt soms ook een grens. Je zegt ook, ik ga niet in 7 minuten bij de EO voor- en tegengesprek. Waar zit dan voor jou de, wat doe je wel en niet? Ja, de functie van die 7 minuten was helemaal niet gesprek voeren. Nee. Dat is waar ik de grens trek. Ik ga niet een soort schijngesprek voeren. Ik wil best lang in discussie over waarom wel. Trouwens, ik heb er ook heel vaak helemaal geen zin in, hoor. Het is helemaal niet alsof ik een soort heilig persoon ben. Altijd maar nuance en altijd maar. Nee, soms doe ik ook die deur dicht. Maar ik denk wel. Net zoals, misschien kan je een soort parallel trekken met de mate waarin de afgelopen jaren, wat ik eerder al even aanstipte, het aantal mensen bijvoorbeeld heel honend spreekt over mainstream media en het aantal mensen dat honend spreekt over mensen die honend spreken over mainstream media heel erg is toegenomen. Met andere woorden, polarisatie van die twee. Ook binnen mijn eigen familie, binnen mijn eigen gezin bijvoorbeeld. Dat ik heel erg merk dat op het moment dat je er wel over in gesprek blijft, dan hou je het als het ware. Dan blijft het vloeibaar of zo. Terwijl verharding treedt op het moment dat je
dat je doet alsof het niet bestaat en maar star door probeert te gaan. En zo denk ik ook in Nederland moet een soort balans vinden tussen niet doen alsof het hier even gepolariseerd is als in de VS en telkens maar weer bij nul beginnen. Maar wel zorgen dat we het uit die taboesfeer blijven trekken door die gesprekken aan te blijven gaan. Dus ik denk dat het een beetje daarin zit. Maar ik heb er niet een soort vuistregel voor of zo. Nou, antwoord op. Dat snap ik. Alina. We hebben het al een tijdje gehad over de VS en over het inperken van abortusrechten. Ben jij bang dat er een soort lobby op gang komt die hier ook voet aan de grond krijgt? Een anti-abortus lobby? Nou ja, die lobby die is er natuurlijk al. Hè? Dus, ja, wat Rebecca ook al zei, ook binnen Europa is het aan de hand. Ja, ook in Nederland. Je hebt Schil om Leven, Syris. En het probleem met de lobby die er al is, is dat het zo slinks is. Want het zit hem in de kleine dingen. Het zit hem in iets al een kind noemen, hè, voordat het geboren is. Het zit hem in de manier inderdaad hoe ze in abortusklinieken dan je aan de anticonceptie willen helpen. Het zit hem in... ik zeg niet dat de lobby hier iets mee te maken heeft, maar dit gaat meer over gewoon het denkbeeld dat we nog bij hebben. Debat in de Tweede Kamer, kijk, de bedenktijd. Wat ik daar ook van proefde en waar ik een nare bijsmaak aan heb overgehouden, is dat er nu heel erg gehamerd werd op we moeten het voorkomen, we moeten ervoor zorgen dat anticonceptie, vrouwen dat gewoon allemaal nemen en dat dat goed beschikbaar is. Kijk, dat goed beschikbaar is, natuurlijk. Maar we gaan nu een beetje de andere kant op en dat is we moeten ervoor zorgen dat het zoveel mogelijk voorkomen wordt. En ik denk dat dat van die hele slinkse dingen zijn die we niet eens doorhebben. En jij zegt wel, ja, we moeten natuurlijk niet doen dat het hier net zo gepolariseerd is. Kijk, dat is het natuurlijk ook niet. Maar het is hier nog best wel... we hebben in Nederland ook heel veel van dit soort slinkse dingen. Als je in Nederland een aantal jaar geleden googelde op abortus, de eerste hits die je kreeg, dat waren websites van eigenlijk anti-abortusorganisaties. En dat is zo slinks, dat heb je niet eens door. Dus het is er al en we moeten er juist voor zorgen dat we daar een tegengeluid aan hebben. En ik vond het heel mooi wat jij net zei over het ligt een beetje in het midden. Want daar geloof ik inderdaad ook in. Want als ik ook kijk in mijn eigen omgeving, bijna niemand is heel uitgesproken tegen abortus. Maar mensen vinden het een superspannend onderwerp. Het is zo ingewikkeld om met elkaar over te praten. Het is heel ingewikkeld om toe te geven van, nou, ik heb er één gehad of misschien wel twee. Dat vinden we zo moeilijk, waardoor we gewoon maar niks zeggen. En dus zo'n anti-abortuslobby ook makkelijk aan terrein kan winnen. Omdat wij niet praten over ervaringen. Nee, precies. Ja. Of nou ja, niet eens praten over ervaringen, maar gewoon het onderwerp normaal maken. Want dat heb je nu in de VS gezien. Volgens mij stond dat dit weekend in de krant. 2/3 van de Amerikanen wil gewoon abortus... het recht op abortus hebben. Maar je ziet toch dat het teruggedraaid kan worden. Dus het is des te belangrijker dat je gewoon echt laat blijken van... hey, we vinden dit gewoon belangrijk. En in Nederland, ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want die organisaties hebben best wel veel geld. Ik zie het echt gebeuren dat ze aan terrein gaan winnen. Maar ik heb ook wel hoop dat we misschien in Nederland door dit nieuws... juist nu zoiets hebben van oké, Ik weet nog niet helemaal wat ik vind en ik durf het toch niet het een beetje activistisch zijn me laten horen, maar ik ga het toch doen. Ja, we moeten eigenlijk in actie komen. En dat is ook een goed bruggetje naar onze volgende spreker, want ik wil graag Jelle Baars aankondigen, fotograaf en journalist. En hij zal ons meenemen naar Argentinië, waar hij verslag legde van de abortusprotesten daar. Oh. Kan hij nog op play gedrukt worden?
Ja, dat was in 2018 toen ik deze video nam. En wat deze vrouwen zongen was... Weg met het patriarchaat, het gaat omvallen, het gaat omvallen. Leven, het feminisme, dat zal overwinnen, dat zal overwinnen. Dit lied moet het protestlied zijn dat ik denk ik het meest heb gehoord... in 2018 toen ik onderzoek deed naar sociale bewegingen... in de hoofdstad van Argentinië, Buenos Aires. Het was het voorlaatste jaar van de regering van Mauricio Macri. Het jaar dat vele sociale bewegingen steeds vocaler werden... na jaren van neoliberaal beleid. Een beleid dat werd gekenmerkt door bezuinigingen en politieke repressie. Veel sociale strijd kwam dit jaar tot een kookpunt. De landarbeiders die hun groentes naar centrale pleinen van de stad brachten... om te protesteren tegen de honger en de hoge voedselprijzen... werden met bruut geweld van de pleinen geveegd. Kartonverzamelaars, arbeiders, inheemsen, allen namen bezit van de straten. En zo ook de vrouwenbeweging. Verenigd onder el pañuelo verde, dit groene zakdoekje... gingen zij de straat op om het recht voor abortus op te eisen. Het zakdoekje dat je zag is een traditie die we al kennen van de Madres de la Plaza de Mayo... of de dwaze moeders, zoals we die kennen in Nederland... die streden tegen het militaire regime. Argentinië is een land met een lange geschiedenis... van emancipatie en protestbewegingen. Het verzet in het land zit diep, mede door de geschiedenis... van vele dictaturen die daar zijn geweest. De strijd voor abortus in Argentinië begon ongeveer in eind jaren 60 en jaren 70... ongeveer tegelijkertijd als de strijd in Europa. Alleen is strijden voor vrouwenrechten niet gemakkelijk in een land... dat traditioneel wordt geregeerd door oer-conservatieve elites... gesteund door de katholieke kerk... en elites die ook nog de neiging hebben... hun heerschappij desnoods met een militair-civiele dictatuur veilig te stellen. Na de dictatuur van 76-83 was veel activisme monddood gemaakt. Het duurde ongeveer tot de grote crisis van 2000-2001... die het land failliet had gemaakt... voordat de bewegingen weer echt actief werden. Ook in die tijd begon de abortusbeweging opnieuw... en werd de nationale campagne voor abortus opgericht en gestart. In 2015 kreeg de vrouwenbeweging nieuw elan... toen Ni Una Menos werd opgericht. Vrij vertaald, niet één minder, oftewel geen doden meer. Opgericht als aanklacht tegen het toenemende geweld... tegen vrouwen in het land verenigde Ni Una Menos zich onder het paarse zakdoekje. Ook in 2015 was ik in Argentinië... en heb ik door een goede vriendin die nauw betrokken was bij deze beweging... dit van dichtbij mogen meemaken. Helaas heb ik van die tijd geen foto's meer teruggevonden... dus note to self, zorg dat je archief altijd op orde is. Zoals ik al zei, in 2015 een nieuw elan... Jarenlang namen zij met enige regelmaat bezit van de straten en pleinen... door het hele land om hun stem te laten horen. Ook de Nationale Campagne voor Abortus sloot zich bij deze protesten aan... en begon ook eigen marsen te organiseren om te strijden voor het recht op abortus. Zo ontstond een brede beweging. In 2018 leek het eindelijk te lukken om de wet voor het recht op abortus... door het Lagerhuis en de Senaat te loodsen. Het Lagerhuis is een soort Tweede Kamer en het Senaat is een soort Eerste Kamer in Argentinië. In het verhaal wat volgt neem ik jullie mee door wat foto's... en ook teksten die ik in die tijd heb geschreven... tijdens de twee grootste protesten voor abortus in 2018. Protesten waar meer dan 1 miljoen vrouwen en mannen... bezit namen van de straten van Buenos Aires. 13 juni 2018. Op 13 juni was de eerste stemming over de abortuswetgeving in het Lagerhuis. Als die voor zouden stemmen... dan zou het naar de Senaat gaan om goedgekeurd of afgekeurd te worden. Het was een koude en later ook regenachtige dag... maar dat konden ruim 1 miljoen mensen zich er niet weer van weerhouden... om hun stem te laten horen voor de invoering van de abortuswetgeving. De stemming was goed te volgen via grote schermen in de stad. Telkens als er een afgevaardigde van het Lagerhuis in beeld kwam... die voor abortus was, ging er een golf van gejuich door de straten... Abajo el patriarcado, se va a caer, hoorde je door de straten schreeuwen. De stemming duurde uiteindelijk de gehele nacht. Op de schermen waren lange uiteenzettingen te horen... over waarom er wel of niet tegengestemd zou worden. Het blijft lang spannend en toen ik om 4:15 naar bed ging... was de uitslag nog steeds niet bekend. Ook de ochtendkrant, Pagina 12,
wist nog van niets toen ik de volgende ochtend wakker werd. Op deze voorpagina zeggen ze echter wel dat er geen weg meer terug is. En dat de aankomst van Argentinië in de moderniteit slechts een kwestie van tijd was. 11:15 ochtends wordt er dan uiteindelijk de laatste stem uitgebracht. Het Lagerhuis ging akkoord met de wetgeving. Na bijna 23 uur debatteren. De volgende stap zou zijn de Senaat. In de tijd rondom deze protesten en eigenlijk dat gehele jaar zag je overal steunbetuigingen in vormen van dit soort groene lintjes, maar ook deze zakdoekjes die bij vrouwen om hun rugzak zaten, ook bij mannen om hun rug zaten. In de metro, in de bus, overal zag je een steunbetuiging. Zelfs in het uitgaansleven, zoals hier in een kroeg, zie je kunst die steun betuigt aan Nieuwe Namenos en de abortuswetgeving. En overal zag je aanplakbiljetten om 8 augustus met nog meer mensen naar het congresgebouw komen. Ook dit soort folders werden uitgegeven waarin staat: we moeten meer dan 1 miljoen zijn. Nou, die 8 augustus 2018, die kwam er ook. En er waren inderdaad heel veel mensen. Ik weet niet of het er inderdaad ook 2 miljoen waren, zoals de linkse bewegingen beweren, maar het waren in ieder geval heel veel mensen. Op 8 augustus was de stemming in de Senaat. De dag begon feestelijk. Iedereen was er zeker van dat het ging lukken. Meiden maakten zich letterlijk en figuurlijk op voor de strijd en iedereen verzamelde zich voor het congresgebouw. Vlaggen, trommels, gezang. Vrouwen en mannen gezamenlijk ten strijde. Weer zijn er meer dan 1 miljoen mensen op de been. Het Plaza del Congreso werd ingedeeld in 2 vakken. 1 voor abortus en 1 tegen. In het vak van de pro-vida waren misschien 1.000 demonstranten verzameld. Zo leek de avond inderdaad een afspiegeling te zijn van wat dagen al geleden al in het nieuws was. 2/3 van de Argentijnen steunt de wet voor legale abortus. De blauwe vlaggetjes en de kruisen bij de pro-vida waren bijna gênant. De nacht viel. En zo ook de temperatuur. En de regen. 3 graden boven 0 en zeiknat. Ondertussen zag je telkens oude witte mannen op grote schermen vertellen waarom ze, ingegeven door God en kerk, tegen zouden stemmen. Desondanks bleef de sfeer goed. Mensen warmden zich aan een vuurtje, dekentjes, empanadas, een warme soep, een choripan of een hamburger. Uiteindelijk was het hoge woord eruit. De Senaat stemde tegen. Tranen en gezichten vol ongeloof gingen gepaard met moedig gezang. Zo stond iedereen zij aan zij in de regen. De activisten wilden nog niet naar huis en bleven op straat staan. Verslagen, maar strijdlustig. Plots sloeg de sfeer om. De knokploegen van de politie arriveerden op hun motors. Geschreeuw, de knal van een traangasgranaat. Tijd om naar huis te gaan. Zelfs als er ruim 1,5 miljoen mensen op straat gaan om hun recht op te eisen, prevaleerden de belangen van een conservatief katholieke elite over die van het volk. Gelukkig is het in 2020 toch gelukt. En kunnen de Argentijnse vrouwen in elke laag van de bevolking nu terecht voor een abortus? En komt ook de wens van deze activisten uit om nooit meer kleerhangers te hoeven zien? Een grote overwinning voor de vrouwen in Argentinië, die zich nog steeds staande moeten houden in een gewelddadig systeem van machismo. Nog steeds gaan er wekelijks vrouwen dood door femicide, vrouwenmoord. Maar ook komt door deze wet langzaam verandering in een onderdrukkend systeem dat klasseongelijkheid in stand houdt. Het waren vooral arme vrouwen die slachtoffer waren van het systeem tegen abortus. De rijke klasse kon het al lang. Die betaalden wel voor privébehandelingen of gingen naar het buitenland, bijvoorbeeld het buurland Uruguay. Kinderen krijgen betekende voor vrouwen en gezinnen in de sloppenwijken dat ze nog verder de armoedeval in werden getrokken. En wilden zij dit niet, dan moesten ze het risico van een illegale abortus ondergaan. Vaak met de dood als gevolg. De Argentijnse vrouwen laten zien dat het zelfs in een katholiek land mogelijk is om recht te halen, wel er ook wat daarvoor nodig is. Dat het decennia kost om het te behalen en dat alles behalve vanzelfsprekend is.
Ik zag hoeveel pijn en moeite het kost om tegen een oneerlijk, conservatief, ondoorzichtig en corrupt systeem te moeten vechten. Tegen een staat die letterlijk over de lichamen van vrouwen gaat, inheemse milieuactivisten en ook kleine boeren. Tussen 2015 en 2019 bevond ik mij in een land dat midden in een emancipatiestrijd was verwikkeld. De democratie werd letterlijk op straat uitgevochten. Iets wat ik vanuit Nederland haast niet kende. Een massamobilisatie uit alle lagen van de bevolking. Hoe goed mensen- en burgerrechten geregeld zijn in Nederland merk je in Buenos Aires al door een heel stom voorbeeld waar je eigenlijk je middenklassebubbel niet eens voor uit hoeft. Je moet plotseling te voet verder naar je werk omdat de grote avenues worden afgesloten voor weer een protest. Landarbeiders, vrouwen, Mapuche, Indianen, fabrieksarbeiders, alle strijden voor hun rechten. Tuurlijk, hier in Nederland kennen we ook protesten, klimaatmarsen, Extinction Rebellion blokkades, avondklokrellen en de coronaprotesten. Maar nergens voelde ik zo sterk de urgentie, de oneerlijkheid, de passie en steun van de hele samenleving als tijdens de abortusprotesten in Argentinië. Misschien tijdens de Black Lives Matter protesten in Amsterdam bekroop mij een soortgelijk gevoel. Hier gebeurde iets fundamenteels, iets historisch. Maar een mobilisatie op de schaal van abortus maakt me in Nederland niet gauw mee. En dat is ook mooi. In Nederland gaat het voor veel mensen gewoonweg te goed om zich druk te maken. En ik ben het dan ook eens met Madeleine van den Nieuwenhuizen. Er schuilt schoonheid in het feit dat we in Nederland zoveel verworven rechten voor lief kunnen nemen. Toch hoop ik dat we alert blijven. Zeker gezien het huidige politieke klimaat, hier in Nederland en in de wereld. En dat we onszelf niet in slaap sussen met hoe goed het hier allemaal is geregeld. We moeten alert blijven om onze verworven rechten te blijven verdedigen. Met Forum voor Democratie heeft de conservatieve retoriek ten opzichte van vrouwenrechten, zelfbeschikking en seksuele vrijheden een nieuwe stem in ons parlement. Helaas laten de Verenigde Staten ons zien dat verworven rechten niet vaststaan. Wanneer het politieke klimaat kantelt, is niets zeker. Dank jullie wel. Ja. Jelle, dankjewel. En je zei aan het eind, hè, hetzelfde wat Madeleine zei, soms zijn we in Nederland misschien zo verwend dat we misschien een beetje vergeten dat rechten ook weer afgepakt kunnen worden. Denk jij dat we in Nederland de laatste jaren misschien een beetje wakker zijn geworden? Dat er iets meer protest op gang komt en mensen weer de straat weten te vinden? Ja, ik denk het wel. Volgens mij was 2020 het record protestjaar in Nederland. En je zag natuurlijk ook al met de anti-Zwarte Piet-beweging en zeker nu met Black Lives Matter-beweging dat er zeker wel een soort van gedeeld besef is dat bepaalde rechten nog niet verworven zijn. Of dat mensen zeker in actie komen, ook zeker bij klimaatprotesten. Dus ik denk dat er wel zeker iets aangewakkerd is. Ja, ja, dankjewel. Rebecca, jij was... ja, mag best. Jij was ook in Argentinië destijds. En volgens mij heb jij gezegd, ja, maar aan dit soort overwinningen gaat heel lang, heel veel jaren, heel veel werk aan vooraf. Kun je daar iets over vertellen? Wat voor werk is dat en hoe ontwikkelt zich dat? Nou, de eerste keer dat ik in Argentinië was in 2004, toen was ik uitgenodigd door een kleine politieke partij, die een beetje in een hele linkse politieke partij, die had me uitgenodigd om een lezing te geven in een publiek theater. Die lezing kon niet doorgaan omdat de voor- en tegenstanders met elkaar op de vuist gingen in de lobby. En dat de Argentijnse ME erbij moest komen om ze uit elkaar te trekken. Dus die lezing is afgeblazen. En wij hebben in 2009 vrouwenorganisaties in Argentinië getraind. In een Safe Abortion Hotline opgezet. Dus dat was een telefoonnummer wat vrouwen konden bellen om informatie te krijgen hoe ze abortuspillen konden gebruiken. Want die pillen waren gewoon Cytotec is dat, kon je daar kopen in de apotheek. Alleen het was niet heel veel bekend. Dus die hotline, dat was zeg maar het begin ook van de beweging van alle vrouwen die begonnen die abortuspillen ook te importeren en te verstrekken. En het is heel fantastisch om te zien dat eigenlijk inderdaad 10 jaar later abortus gelegaliseerd is.
Maar in dat, ik was er pas in 2004, maar er waren natuurlijk al tientallen jaren waren er al organisaties bezig om te proberen om het te veranderen. Alleen ik geloof wel dat de groei van de vrouwenbeweging, en ik denk dus ook weer dat de abortuspil daarin essentieel is geweest, omdat je dan plotseling niet alleen maar staat te protesteren, wij willen onze rechten, maar het heeft de vrouwenbeweging enorm empowered, zoals dat heet. Want ze hadden plotseling iets in de handen, waardoor ze ook echt andere vrouwen konden helpen. Ja. Dus je had in Argentinië een hele ondergrondse beweging. In alle Argentijnse steden waren vrouwenorganisaties die allemaal die abortuspillen, dat heette accompagnamento, aan die vrouwen gaven en ze meehielpen om die abortus zelf te doen. En dat is in heel Latijns-Amerika is dat gebeurd. Dus nu is ook in Colombia abortus gelegaliseerd. Ik denk dat Chili binnenkort ook is, want Chili heeft nu ook een president die dat wil. In Mexico is het eigenlijk ook zo gegaan. Is het nu ook overal legaal, abortus? Het is eigenlijk is het heel leuk om zo'n lange tijd terug te kunnen kijken op wat er allemaal is gebeurd. Ja, en Madeleine, ik zei net tegen Jelle van het gaat wel oké in Nederland. Hè? Mensen gaan steeds meer de straat op. Zie jij dat ook? Heb jij daar ook een beetje goede hoop voor? Ik denk wel dat grote conservatieve overwinningen in andere landen, of misschien in sommige opzichten hier, wel ook echt politiek aanmoedigend kunnen zijn. Of mensen kunnen engageren, mensen wakker kunnen schudden. Ik denk dat dat nu ook bijvoorbeeld in de VS heel erg aan het gebeuren is, waar je ziet dat staten, dus hè, het is terug, de beslissing is teruggegeven aan de staten in de VS. Dus een staat als New York, waar ik zelf woon, of Californië, eigenlijk van die progressieve bakens van legale abortus, werpen zich nu ook een beetje op als een soort sanctuary states. Wat betekent dat ze bijvoorbeeld hele grote fondsen aan het aanleggen zijn om vrouwen of andere zwangeren hun reiskosten te kunnen vergoeden van andere staten daar naartoe. Of om te zorgen dat die pil inderdaad verstrekt blijft worden per post. Conservatieve staten zijn ondertussen weer heel erg bezig om manieren te vinden om wetten te ontwerpen om dat soort ontvangen van post te verbieden. Of om zelfs het uit de staat reizen voor die reden te verbieden. Er zijn ook hele surveillance tactieken die daaraan te pas komen. Menstruatie-apps waarbij je cyclus trackt. Zijn nu hele conservatieve politici in een aantal staten aan het nadenken over of ze die data van die bedrijven kunnen opeisen om te kijken welke vrouwen er stiekem zwanger zijn en of ze dat kind wel werkelijk hebben gekregen. Dus je ziet op dit moment het verschil met 50 jaar geleden is het internet. En dat kan heel erg zeg maar positief werken met dus het empoweren van grassroots movements en zelforganisatie. Maar het is ook in het spiegelbeeld, of in de andere kant van de medaille, is dus ook dat surveillance heel erg veel gemakkelijker is geworden. Dus in dat opzicht denk ik, ja oké, zelfs als het mensen aanzwengelt om politiek geëngageerder te worden, dan is het ook een enorme muur waar tegenop te vechten valt. Dus wat betreft Nederland, ik weet het niet. Ik denk dat we dat de komende jaren moeten gaan zien. Volgens mij is het heel belangrijk geweest dat we die discussie hebben gehad over die verplichte bedenktijd. Ja. Dat heeft het volgens mij echt weer een beetje wakker geschud. Ik denk deze ontwikkeling in de VS ook. Ik hoop net als Rebecca, en misschien net als jou, dat we het ook eindelijk uit dat stomme wetboek van strafrecht gaan gooien. Wat doet het daar? Echt een reliquie uit een voorbije tijd, wat mij betreft. Het moet een reguliere medische ingreep zijn. Zelfs als we het moreel niet zo beschouwen, dient het dat voor de wet wel te zijn. Dus ik hoop dat dat debat ook meer is aangezwengeld of zal zijn. Ik wil het tot slot nog eventjes met jullie hebben over het woord zelfbeschikking. Want daar begon je eigenlijk mee. Je begon met, ik was mijn argumenten aan het verzamelen en aan het kijken van hoe kan ik nou zorgen dat ik sterk sta als ik voor abortus ben. En toen zei je, ik kom eigenlijk uit op vrijheid in die end. Kun je dat nog even toelichten? Eigenlijk een beetje wat ik in die eerste 10 minuten ook al zei over laat ik het zo zeggen. Iets wat me mateloos frustreert. En je zag dat ook in die Tweede Kamer. Ik las net een paar van die statements voor van verschillende politici. Maar er waren ook hele welbespraakte pleidooien van bijvoorbeeld de SGP. Daar zit Chris Stoffer. Chris Stoffer, hele eloquente, slimme en ook empathische, spreekt ook op empathische wijze over abortus. Het is niet een soort kille, berekenende
religievent die... weet je, het is een... Enfin, Chris? We hebben een beeld, denk ik. Wat ik frustrerend vind, is dat die partijen heel vaak gaan praten over... We kunnen het gaan, of we zouden het eigenlijk, we zouden in de maatschappij zonder legale abortus moeten zijn. Want we zouden ons vooral moeten focussen op dingen als verruiming van het adoptiebeleid. Het creëren van betere sociaal-economische vangnetten voor ongewenste zwangerschappen. Voor dit en dat. Eigenlijk een beetje waar net ook in die reacties al een beetje uit voren kwam van. Hé, maar het begint eigenlijk pas vanaf de geboorte. Wat gaan we dan doen? Maar goed, zelfs. Als je daarop gaat focussen, zelfs als je die vangnetten waterdicht gaat maken, of die mazen die daarin zitten, zelfs dan tornt dat in de kern aan zelfbeschikking. Want wat op het moment dat je abortus illegaal maakt, verdwijnt abortus niet. Dat toont onderzoek na onderzoek na onderzoek aan. Ze verdwijnen alleen in de illegaliteit, worden daarmee onveiliger. En het is die spiegelmaatschappij, of dat eigenlijk die effecten van afschaffing van abortus. Ze willen het over van alles hebben. Ze willen het over adoptiebeleid hebben, over vangnet hebben. Maar ze willen het niet erover hebben over wat de rauwe realiteit is van een maatschappij met illegale abortus. En dan kom je uit bij zelfbeschikking. Want zelfbeschikking, soms zie je iets pas duidelijker in afwezigheid. Afwezigheid van zelfbeschikking op dit vlak laat je met een hele vrij gruwelijke maatschappij die erg beklemmend en onveilig is. Dus volgens mij gaat om die reden zelfbeschikking ook over vrijheid. Eens? Nou, ik denk dus dat je dat argument dat het onveiliger wordt, kan je al niet meer maken. Want met die abortuspillen is het niet onveiliger. Dus dat is een argument dat niet meer is. Tot welke week kan je die pillen gebruiken? Dan kan je de hele zwangerschap innemen. Het is wel zo dat je op een gegeven ogenblik, is het wel zo met de latere abortussen. In andere landen wordt dat gedaan onder medische begeleiding, meestal in ziekenhuizen. Maar wij weten ook van vrouwen die het ook gewoon thuis doen. En het risico op complicaties is iets groter. Maar in principe, als je de eerste hulp bij de hand hebt. Ik bedoel, bevallen is gevaarlijker. Thuis bevallen doen heel veel vrouwen hier ook. Ik denk dat je. Wat ik eigenlijk mis in ook dat argument van als alle vangnetten er zijn, ja, dan wordt er automatisch van uitgegaan dat de vrouwen dan wel zwanger zouden willen blijven. En dat is dus gewoon helemaal niet waar. Dus daarmee neem je de vrouw die niet zwanger wil zijn, dan maakt het helemaal niet uit wat er allemaal wordt geboden. Al krijgt ze 20.000 euro als ze nog niet die zwangerschap houden. Dus het wereldbeeld wat eraan ten grondslag ligt, is er eentje waarbij de vrouw moeder wil zijn. En ik denk dat is, daar zit zo'n fundamentele tegenstelling tot in wereldbeelden van verschillende groepen. Dat krijg je nooit bij elkaar. Nooit. Dus ik geloof ook nooit dat er een middengrond is waarbij de anti-abortusbeweging en de abortusrechtenbeweging elkaar ergens in het midden zal treffen. Die bestaat gewoon niet. Want de aannames zijn zo fundamenteel tegengesteld over wat. Ja. Ja, volgens mij was dat ook een van de reacties die net voorgelezen werd. Hè. Er is niet echt een middenweg. Het is of abortus of geen abortus. Maar het is ook wat Aline eerder zei over die slinksheid. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in de afwezigheid van religieus taalgebruik op die websites van organisaties zoals Schreeuw om Leven en Week van het Leven. God is er vaak helemaal uitgehaald om te zorgen dat mensen die daar naar kijken niet afgeschrikt zijn door het religieuze component. Maar denken dat ze kijken naar een soort neutrale lobby. Informatie. Terwijl dat in de praktijk 99,9% gebaseerd is in de kern op religie. En dat ben ik dus helemaal met Rebecca eens. Daar kom je dus niet bij. Dat gaat over niet overlappende denkbeelden, uiteindelijk. Ja. Wil jij nog iets toevoegen, Aline? Ja, ik denk dat wat we denk ik niet moeten proberen te doen. Je moet iets te dichter bij sorry. Hang niet uit. Wat we denk ik niet moeten proberen te doen is misschien daar ook het antwoord op willen geven. Want waar ik een beetje bang voor ben, inderdaad, is dat
als we dit heel graag willen, hè, een antwoord geven op zelfbeschikking, dan gaan we eerst een hele tijd komen waarin we eigenlijk de heen en weer gaan jojoen met oké, tot wanneer mag het? En hoe gaan we onze wet daarop inrichten? Baseren we ons op de levensvatbaarheid of waar gaan we het op baseren? En ik denk dat in die tussentijd er al zoveel vrouwen zijn die alsnog geholpen moeten worden en niet dan de juiste zorg krijgen die ze nodig hebben. Dus dat is waar ik bang voor ben als we daar heel erg diep op ingaan. En ik hoop dat het ontstaat omdat we het erover hebben. En omdat we de gesprekken gewoon met elkaar gaan voeren. Ja. En dat het niet iets is wat we zeg maar in de media met elkaar uit moeten vechten. Ja. Mag ik op jou reageren? Want jij zegt de zorg die vrouwen nodig hebben. Ja. Ik wil dat zo graag omdraaien. Vrouwen zijn niet afhankelijk van zorg. Ze kunnen dat zelf doen. En ik denk dat die omdraaiing, dat die fundamenteel belangrijk is, dat wij niet afhankelijk zijn meer van iemand die dat aan ons geeft of dat we dat nodig hebben. Wij kunnen dat gewoon zelf regelen. Ja, maar heel vaak ook, ook in sommige gevallen niet. Want een vriendin van mij heeft onlangs abortuspil genomen, heeft daar complicaties bij gehad, kreeg erg koorts, moest worden opgenomen. Er zijn natuurlijk heel veel situaties waarin er iets ook mis kan gaan. Er zitten ook risico's aan zwangerschapsafbreking. Als die vrouwen eigenlijk ook niet terecht durven bij ziekenhuizen, omdat ze bang zijn dat die zien dat zij een abortus heeft geprobeerd op te wekken. Daar zitten natuurlijk wel. Ik volg erg wat je zegt, maar het is natuurlijk niet zo dat wij als vrouwenbeweging onafhankelijk zijn van goede medische zorg in goede steriele omgevingen, bij wijze van spreken. Misschien een ideaal. Nou, die complicaties, dat kan gebeuren. Het is heel zeldzaam, maar het kan. En dan is het nog zo, dat is met alle. Je kan ook gewoon een longontsteking krijgen of een infectie. Klopt, maar dan word je niet aangeklaagd. Dat is zo. Maar nogmaals, in de meeste landen zijn de vrouwen die zelf een abortus doen, zijn ook niet strafbaar. Er zijn wel. Nee, dat is niet waar. Niet de meeste landen. Als je het hebt over Amerika of Nederland. Of Polen zelfs. Ik denk dat wat ik zeg. Natuurlijk is medische zorg belangrijk, maar ook daarin. Wij adviseren bijvoorbeeld vrouwen altijd zeggen dat ze miskraam hebben gehad. Artsen kunnen het verschil niet zien. De behandeling is precies hetzelfde als je in het land leeft waar het illegaal is. Ik denk alleen maar dat ik wil het gesprek veranderen van dat wij afhankelijk zijn van. En in plaats van daarvan, reclaim our power. Gewoon terugpakken. We kunnen dit zelf. En ik denk dat je dan vanuit een hele andere positie praat. En ik denk dat is gebeurd wat in Argentinië is gebeurd. Daar zit kracht, daar zit onze kracht. Juist niet je afhankelijk stellen van wat anderen je geven of wat je denkt dat je nodig hebt. Maar ik zie het ook niet als afhankelijkheid. Ik zie het als iets waar we recht op hebben en dat moet gewoon goed geregeld worden. Want misschien zijn er wel heel veel vrouwen die het heel spannend vinden om zo'n pil te nemen en wel liever naar een kliniek gaan. Ik weet dat niet. Ik kan dat niet voor iedereen individueel bepalen. Dus ja, het klinkt inderdaad. Het is natuurlijk prachtig als dat zelf kan en je kan het thuis doen. En je hebt het gewoon in de voorraadkast, wat nu met de nieuwe Mifepriston het idee is van dat je hebt die pil, je kan het altijd doen. Maar dat neemt niet weg dat maar één kijker op is. Hè? Want een abortus is ook wel, naast dat het een medische ingreep is, is het ook een ervaring die je misschien niet op die manier wil meemaken, misschien ook wel. Maar ik vind het te eenzijdig om te zeggen van we hebben het zelf in eigen handen en we hebben niemand nodig. Als ik nog één ding daarover mag toevoegen. Ik keek onlangs die nieuwe film over naar dat boek van Annie Ernaux, L'Evénement, The Happening. Volgens mij in het Nederlands het voorval. Waarin Annie Ernaux, Franse schrijfster, omschrijft hoe zij in 1963 in Parijs, in Frankrijk, een illegale abortus onderging. Daar was het toen nog niet legaal. En een van de dingen die ik zo krachtig vond aan die documentaire, of eigenlijk zo schokkend vond, was dat het niet alleen maar heel erg moeilijk was vanuit de rechtsstaat of vanuit de medische zorg om een abortus te krijgen. Dat mocht namelijk niet. Maar ook dat een samenleving waarin abortus illegaal is, ook het taboe op die abortus dusdanig vergroot, dat zij eigenlijk alleen maar op fluistertoon
met mensen daarover kon praten en kon vragen van waar kan ik dat vinden. Dus op het moment dat je het illegaal maakt, ik ben het helemaal met je eens dat het dat je de mogelijkheid moet hebben om het recht in eigen handen te nemen en dat je dat ook heel erg moet stutten en moet steunen bij bewegingen. Maar het lastige is dat in veel samenlevingen waar het niet kan, het dusdanig een taboe is dat het gesprek ook verstomt en dat het angst inboezemt en dat het juist die collectieve beweging ook ondermijnt en ondergraaft. Maar ik ben het wel helemaal met je eens dat we dat eigenlijk continu achter de hand moeten hebben. En moeten proberen te versterken. Nog één reactie dan, want we willen ook nog graag naar het publiek. Nou, ik denk als je naar de vrouwenbeweging wereldwijd kijkt als het gaat over abortusrechten. Die zijn juist doordat ze het zelf kunnen doen en niet meer afhankelijk zijn van die artsen. Is dat taboe juist doorbroken, denk ik. Nee, zeker. Maar voor die kleine rurale gemeenschappen... Ja. Die helemaal niet in verbinding staan met het vaak meer urbane collectieve vrouwenbeweging. Zeg maar. Mm. Die centers zijn vaak ook best wel... In de kleinste dorpen hebben die er geen toegang toe. Of als je niet geletterd bent, of als je geen internetverbinding hebt. Mm. Of al dat soort zaken. Je moet weten dat het er is. En als het illegaal is, dan weet je misschien ook wel helemaal niet waar je moet zijn voor zo'n pil of hoe je het wil krijgen. Ik ben heel benieuwd ook hoe dat dan gaat. En ik weet ook niet of dat wenselijk is. Maar goed, ja, inderdaad, des te belangrijker die guerrilla-bewegingen. Ja, ik denk, we gaan voor de guerrilla. Ja. De revolutie, jongens. Wij allemaal hier. Ja, vlak na mijn abortus kreeg ik een discussie met een vriend die geen sterilisatie wilde omdat hij dat te ingrijpend vond. Hij had al kinderen en hij wilde er niet nog meer. En zijn vrouw had daarom een paar weken eerder door middel van de abortuspil een zwangerschap afgebroken. Misschien gierden de hormonen nog door mijn lijf, maar ik werd zo boos. Sinds onze tienerjaren slikken wij vrouwen vaak al de pil. Die hormonen onderdrukken onze natuur, beïnvloeden ons gemoed, veranderen onze huid. Een spiraal laten zetten of vervangen is voor de meeste vrouwen niet bepaald een pretje. Ik weet niet of de meeste mannen beseffen dat er dan eens een koude klem in je vagina gezet wordt. Er aan je baarmoeder getrokken wordt en er een onnatuurlijk stuk plastic of metaal in je lijf wordt ingebracht. Ik ben zelf 2 maanden zwanger geweest en heb daarna een abortus gehad door middel van een zuigcuretage. Ik heb weken amper geslapen. Eerst van de stress en mijn pijnlijke borsten door de zwangerschap. En vervolgens van verdriet en door complicaties van de zwangerschap. Over ingrijpend gesproken. Ik denk dat zelfbeschikking voor mij betekent dat je zelf een keuze mag maken over wat je wilt. Zonder dat je daar toestemming van een ander voor nodig hebt. Dit heb ik afgelopen zomer meegemaakt toen ik bij een gynaecoloog aangaf dat ik gesteriliseerd wilde worden. Ik had toestemming nodig van een team gynaecologen hiervoor. Dat terwijl een vriend zijn sterilisatie vlak daarvoor even per mail bij zijn arts had aangevraagd en probleemloos verder werd geholpen. Ja, Somaya Shemali heeft daar mooi over geschreven. Dat eigenlijk alles met betrekking tot anticonceptie en reproductief beleid ontworpen is met drempels. Dat je voor veel zaken, van dat soort zaken, toestemming nodig hebt, vaak van een man. In de vorm van pil is dat op recept, morning after pil achter de toonbank, een abortuspas na verplichte bedenktijd. Samen vormen die drempels een systeem dat razend maakt en vrouwen niet respecteert als autonome individuen. Nou, jaren geleden werd ik zwanger van een scharrel. En ik was 34, woonde nog in Amsterdam. En terwijl ik in eerste instantie enorm twijfelde over het wel of niet houden van de baby, viel het me op hoe snel het verhaal één kant werd opgedraaid. Het was een enorm slagveld voor mij om te voelen en om te voelen wat ik eigenlijk nou wilde. En ik heb uiteindelijk voor gekozen om niet te aborteren. Ik heb de baby gehouden. Net als soms met abortus kleefden aan deze keuze ook vooroordelen. De verkettering, de roddels, de polarisatie. Ik kon voor mezelf goed onderbouwen dat ik koos voor liefde en dat kleine leven. Toch bleef ik voor velen de vrouw die iemand erin had geluisterd.
De vrouw die mid 30 zwanger werd en zwanger wilde worden. Ik had het expres gedaan volgens hen en ik heb me jaren schuldig gevoeld. Vriendschappen verloren, veel alleen gedaan. Het voelde alsof vrijheid van de vrouw, ik in dit geval, alleen binnen de kaders van andere mensen hun normen en waarden mocht bestaan. Voor mij betekent zelfbeschikking dat je een vrouw ook vrijheid in haar denken en beslissing geeft. Door niet alleen één mening of haar keuze te hebben. Vanaf wanneer zijn moeder en kind niet één, maar twee zelven? Dat lijkt me best een wezenlijke in het spreken over zelfbeschikking. Ja, ik merk dat het woord plegen echt veel wordt gebruikt. En het voelt alsof iemand een misdaad pleegt. Ik bedoel, ja, ik zou dan eerder abortus doen of abortus ondergaan mooi vinden. Ik ben nu zwanger en dat is enorm overweldigend. Het is een gewenst kindje en alsnog super heftig. Ik kan me niet voorstellen dat je lichaam zo wordt overgenomen terwijl je zelf geen kind wil. Ja. En eigenlijk is keuzevrijheid, dat is dat je keuze kan maken waar je achteraf misschien spijt van zou kunnen hebben. En dat is ook gewoon goed. Dank jullie allemaal wel voor het gesprek en dank jullie ook. En het boek van Madeleine is hier ook te koop. Dat is ook belangrijk. Dank je wel. APPLAUS